Volendam met zijn vele oude huisjes en pittoreske straatjes heeft een bevolking die zich in de laatste jaren sterk heeft uitgebreid. In 1940 woonden er ruim 9000 mensen en nu meer dan 12.000. Dat bracht uiteraard een grote vraag naar woningen met zich mee, die er dan ook gekomen zijn. Deze dagen nu is er met enige feestelijkheid weer een flink stuk nieuwbouw in gebruik genomen. De Volendammer jeugd trok in een vrolijke optocht door de straten, want de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ingenieur Witte, was gekomen om het tehuis voor bejaarden aan de Sint-Nicolaashof te openen. 40 jaar geleden kwam de eerste gift voor de bouw van dit tehuis binnen, maar pas een jaar geleden werd de eerste steen ervoor gelegd. Nu stak minister Witte de sleutel in het slot waarmee het tehuis officieel werd geopend. Ruim 100 bejaarden vinden in dit moderne tehuis onderdak en de verpleging en de verzorging die zij behoeven. Op deze dag werden onder meer ook nog een ULO-school en een school voor voortgezet lager onderwijs geopend, waarmee het schoolprobleem althans in dit stadje voor een goed deel is opgelost. Het was dus een feestdag voor het voortvarende Volendam, dat nog veel meer op zijn verlanglijstje heeft staan. De stad mag dan aan een dood water liggen, een dode stad is het geenszins.